is Richard Ardèche. Ik ben eindredacteur RTV Raalte. En dat betekent eindredacteur voor de radio. Dus niet voor televisie, want dat is mijn collega. Maar eindredacteur radio. Nou, ik ben Maarten Augustijn. Ik ben coördinator van twee projectteams van Landsteden. Sportief en Kindactief. En dat zijn projectteams die allerlei sport- en recreatieactiviteiten organiseren. Voor scholen, verenigingen en dat soort organisaties. Ik ben Marga Wulff. En ik werk als radiopresentatrice bij RTV Raalte. We hebben een eigen programma op zondagavond van 8 tot 11. Ik ben Veronica Post. Ik werk bij de Parabo. Sinds 5 jaar in het begin. En zoals je ziet, er is van alles nog wat te doen. Ik ben Toos Bon en ik werk al heel lang bij RTV Raalte. Als verslaggeefster. Vanmiddag. Het Cultuurhuis bestaat 5 jaar. En dat betekent dat wij maken onderdeel uit van het Cultuurhuis. Dat betekent wij zitten hier gevestigd zeg maar, in de kelder. De catacombe van het Cultuurhuis. En in die zin maken wij vandaag ook live radio. En om de luisteraar radio te laten kijken, zeg maar, dat is het leukste volgens mij wat er is. En we hopen daarmee natuurlijk ook wat meer mensen geïnteresseerd te krijgen voor radio. Zodat we meerdere vrijwilligers kunnen krijgen om radio te maken. Dus voelt u zich geroepen om radio te maken? En lijkt het u nou hartstikke leuk om dat te doen? Meld je aan via de website www.rtvraalte.nl. Of kom gezellig langs in de studio. Nou, vanmiddag is feest vanwege het 5-jarig bestaan van het Cultuurhuis in Raalte. Dat vieren we in ieder geval samen met de Parabool, met RTV Raalte en met Landsteden. Alle drie de organisaties zijn op 5 jaar in het Cultuurhuis aanwezig. En Landsteden organiseert vanmiddag vanaf 2:30 de kinderactiviteiten. Dus een springkussen, wat spelen in de zaal en een hondtrainerwedstrijdje. Vandaag is het 5-jarige jubileum van het Cultuurhuis. Wat we gaan doen, dat is beneden in de studio kunnen ze een radioprogramma opnemen. Hier bij televisie is ook nog het een en ander te doen. Maar ik werk dus ook boven bij de Parabool. En daar hebben wij dan een aantal voetjes uitgeknipt. En zodat de mensen echt kunnen zien straks van waar ze naartoe moeten lopen, de richting aangeven. Dus volgens ons is dat wel leuk voorbereid. Nou, je kan hier wat drinken en je kan verschillende soorten snacks bij gebruiken, zoals appelgebakken, zoals zijzenbrood, tosti, gevulde koek en krentenbrood. Kun je zelf, naar keuze kun je kiezen of je kaas wil of niet. De tosti's zijn met hamkaas, alleen kaas, Italiaanse kaas en tuinkruiden. Wij zijn Lianne en Ashley. Wij doen de opleiding onderwijsassistent en we gaan hier vandaag sminken. Vandaag bestaat het Cultuurhuis 5 jaar en wij vieren dat feest mee met onze lokale tv en radio uiteraard. Er is van alles te doen, vooral voor de jeugd. Ze kunnen radioprogramma maken, ze kunnen op radio komen. Het wordt ook meteen live uitgezonden. Beneden in onze studio kunnen kinderen hun eigen tv-reportage maken. En die wordt zelfs daarna op YouTube uitgezonden. Twee bananen waren aan het hardlopen, zegt de een tegen de ander. Ik ben bang, zegt de ander. Waarom dan, zegt de ene weer. Nou, als ik win, dan moet ik het volkslied zingen en dan moet ik rechtop staan. Ik heet Lena. Ik heet Lily. Oké, jullie gaan een liedje zingen? Wat voor liedje ga je zingen? Mama, say, 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 mama
en ik presenteer het nieuws. Hallo allemaal, zaterdag 6 november is er open dag op de Meesje Hogeweg. Nu gaat mijn collega Sien Kruijver vertellen wat er te doen is. Je kunt pony rijden, op het springkussen, spelletjes spelen, kijken naar onze pony optreden en kijken naar
goed paarden van dressuur en springen. Kom tot ziens zaterdag 6 november. Het is een leuke dag om te kijken als je ponyrijden leuk vindt of niet. Kom tot ziens zaterdag 6 november 2010. Bij Meisje de Hoge Weg. Ik ben Matte Klaarbeek. Voor mijn vriendin nog groetjes doen. Desiree. En ook van mijn parabool. Deventer. Ik ben Remco Dijkstra. Ik vertel op een mop over Bassie. Wat gebeurt er op de kerkhof van Bassie? Altijd blijven lachen. Ik ga slapen. Wie het meest bier kan drinken. Australië drinkt 3 biertjes op. De Nederlander drinkt 5 biertjes op. Ze moeten allebei naar de wc. Nadat ze terugkomen, is de Turk nog steeds aan het drinken. Als ze terug zijn, vraagt ze aan de Turk: hoe kan jij het zo lang volhouden? Zegt de Turk: Turkie is niet dom, Turkie luier om. Dit was de mop van de week. Hallo allemaal, dit is ook een mop van de week. Goeie acteur, slecht acteur, Belg. Dit was de mop van Jes van Heijden. Ja. Ik ben Camille Koopman, ik heb een hele leuke mop. Wat is het domste dier op aarde? Een domme dadus. Hallo, dit waren de moppen van de week. En dan beginnen we nu met het weer. We hebben nu zon bij Arnhem. Lekker hoor, Arnhemnaren. En dan hebben we ook weer het slechte weer. Hè. Moet altijd wel zijn. En dat hebben we in Breda. Boe. Heel goed. En we hebben ook nog sneeuw. Dat is wel leuk voor de sneeuwballen. Maar helaas zitten wij daar niet bij. Dat is in Weert. Oh. En de herfsten, je hebt altijd de voordelen en de nadelen. En die zijn nu in Amsterdam. Ja. Denk me bladeren. En de regen. Je zult het altijd zien. Maar dat is bij Enschede. Ja. Wat een nacht. En als de zon omkomt, dan gaat hij ook altijd weer weg. En dat is nu alweer in Schoonbeek. Boe. Dit was het weer. Het wil donker. Doei. Yeah. Adio amore, adio. Jij moet niet huilen. Opeens zal de zon op voor ons voor altijd gaan schijnen. Dit afscheid dat is maar voor even, dus droog nu je tranen. Addio amore, addio, ik kom terug.